48 jaar geleden vloeide een rolschaatsdemonstratie in Zandvoorde probleemloos over in de stichting van de rolschaatsclub De Zwaantjes. Het is de start van een uniek sportverhaal dat over verschillende continenten is uitgedijnd, vooral met de organisatie van topevenementen op Europees en wereldniveau. We hebben 8 deelnemende landen, waarvan dan de nationale ploegen aanwezig zijn. Dat is voor een internationale wedstrijd. Dat is geen EK natuurlijk, maar voor een internationale wedstrijd is het wel een groot deelnemingsveld. We hebben meer dan 250 buitenlandse deelnemers. Voor ons is dat een succes. Voor Topsport Vlaanderen betekent dit een mooie uitstraling in het skileren. Al kreeg de editie 2010 een bijzonder tintje mee na het succesrijk EK in Italië. Onder leiding van Bart Swings, de nieuwe vedette in de Vlaamse skielerwereld, kwamen de skielers met 16 medailles terug van de Europese kampioenschappen in San Benedetto del Tronte. Eerst had ik brons op de afvalling op de piste, daarna zilver op de puntenkoers op de piste. Dan was ik zo 5e op de afvalling op de weg. Daarna hout op de puntenkoers, daar was ik heel tevreden. En uiteindelijk ook nog hout op de ploegenkoers. En ook nog zilver op de 1000 meter. Dat gaf de skielers natuurlijk een extraatje mee voor Zwaantjes Zandvoorde. Voor de club was het lekker meegenomen en het deed herinneren aan de absolute hoogdagen van het skileren in de Oostendse regio. Als het enthousiasme van deze editie een waardemeter kan zijn, komen er zeker nog afspraken met de top.